Aloha, Astro Update. Hoe voel je? Ben je aan het borrelen van binnen? Want ik denk dat je deze week sowieso gaat beseffen dat je een ervaring rijker bent, hè? Gewoon, of ervaringen rijker. Je hebt dingen meegemaakt, je hebt dingen ervaren, je hebt dingen gehoord, gezien. Je stond erbij, je keek ernaar, kunnen we dat ook zeggen. En dat maakt dat je niet een ander mens, maar de echte, je gaat steeds meer naar de ware jij. En dat moet je natuurlijk omhelzen. Dus ervaringrijker richting de volle maan in de tweelingen maakt het wel leuk. Nou, dan gaan we naar de transities. Vandaag de maan in de ram. Je bent wat actiever, of eigenlijk niet, maar je bent wat actiever in je hoofd. Dat is dat je dan meer erover gaat nadenken van, om te kunnen plannen, wat heb ik nodig? Dat doet de ram actie. Het is niet per se dat je dan lichamelijk actie onderneemt, maar dat je er echt bij gaat zitten om te denken van, joh, ik ga het op papier, voorbereiding, wanneer ik wil het echt gaan doen. Want alleen maar vandaag hoor, de Mars is naar de boogschutter. Om jou te helpen je passie te volgen, die drang. He, van de boogschutter, die avontuurlijke. De drang om meer, he, richting jouw passie te gaan, zodat je deuren van je hart sneller open gaan. Laat me het zo zeggen. Dat doet de Mars. Die Mars is heel erg van de passie. Die denkt, volg je passie, volg je passie. En de boogschutter is like, let's go. Die is wat actiever. He. Dat is de vuurteken. Dan hebben we nog de maan in de ram vandaag. Dus die drang is hier om echt je passie naar buiten te brengen. Is zo mooi. Dus ga op avontuur. En begin ook met de avontuur door anders te lopen naar je werk. Of een andere route te nemen. Of juist van de tram de metro te pakken. Ga op avontuur door net wat anders te doen dan wat je normaal doet. Begin vandaag. Heel leuk. Want Mercurius is ook naar de steenbok. Ook vandaag. En dat zet jou aan het werk. Hè? Nadat je dan de ram voelt. De boogschutter de Mars naar de boogschutter. En dan voel je nog die Mercurius die naar de steenbok is. En die zet jou aan het werk. Dus je hebt passie. Avontuur door de boogschutter. En dan ga je dan aan het werk. En dan word je serieus. Ja, je gaat het serieuzer oppakken. Want hè, dat is de steenbok. En je gaat dan ook organiseren. En dan, zoals ik al zeg, dan gaan we nog richting de volle maan. Dus je bent een soort van ready, omdat je dingen beter begrijpt. Je bent wat bewuster, je onderbewust hoor je meer. Je bent wat meer bezig met astrologie, de groei. Zal je allemaal terugzien begin van het jaar, oké? Nog heel even doorgaan, nog heel even doorgaan. Nou, morgen en woensdag gaat de maan naar de stier. Dus gewoon relaxation in de kou. Het is zo koud. Het is heel koud. Dus lekker thuis, lekker eten. Calm down, heel erg down to earth, want dat is de stier. Niet te veel druk maken, laat dingen even passeren. Want na donderdag, vrijdag en zaterdag, die volle maan, want het begint denk ik al morgen, dat je sommige mensen niet van gaan kunnen slapen. De maan gaat dan naar tweeling en dan hebben we de volle maan en dan hebben we de zon in een boogschutter. Dat is een combinatie, volgens mij zijn dat tegengestelde tekens. En omdat de maan in de tweelingen is, lekker. Bellen, bespreken, zoals ik al zei, het is een luchtteken. Dus het kan dat je mentaal wat actiever bent. Dat heb je dus ook nog met de ram vanaf vandaag. Dus je gaat wat logischer denken. Wat logischer denken, wat heb je meer nodig? Hè? Want die Mercurius is naar steenbok, dus je gaat dan ook lekker aan het werk. En je gaat het oppakken. Want ze hebben, weet je, boogschutter en tweelingen, die hebben een hele brede interesse over allerlei dingen. Weet je wel, ze weten, ze vinden dat leuk en alala. En dan dat gecombineerd, dat gaat jou ook de juiste stap laten maken, omdat je dan geïnteresseerd gaat raken en breder, je horizon is al verbreed. Je gaat meer tijd voor nemen, meer onderzoeken, because you're grown, baby. Ja, je bent ervaringsrijker. Zoals ik laatst zei, kleine meisjes worden groot, ook kleine mannen, hè? Kleine jongetjes worden ook mannen. We moeten richting het licht, of het licht bestaat al in jou, alleen maar je ontdekt steeds dieper. Ook na deze volle maan. Dus hierdoor ga je veel sneller weten wat de juiste stap is en wanneer en met wie en hoe laat. Ja, allemaal door die volle maan. En dan gaan we zondag de Venus retrograde en de maan naar de kreeft. Doordat de maan in de kreeft is, ben je wat gevoeliger. Hè? Dat weten we allemaal. Maar de Venus retrograde gaat je leren omgaan met relaties. Want hij was in de schaduwperiode, heb ik al begin van de maand verteld. Dus nu ga je even opnieuw kijken naar je lessen. Heb je het geleerd? Het is een soort van test, test, test. Mic, 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 test.
de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt. Vooral aan de tweelingen kletsen erover. Hè? En dan hebben we nog niet meer kunnen. Dus naast steenbok, je bent wat serieuzer. En dan komt de volle maan en dan de Venus retrograde. En dan kan je echt naar jezelf gaan kijken. Ga ik heel goed om met financiën? Weet ik goed met mijn mensen om te gaan? Weet ik ook hoe ik wil dat mensen met mij omgaan? Dat is dus allemaal de Venus retrograde. En je gaat je eigen aandeel zien. En pas op, single mensen. Venus retrograde is niet voor extra of voor ex-lovers of voor bezoek. Of, ik heb het gezegd. Zodra deze persoon verschijnt in de Venus retrograde na zondag, kijk alsjeblieft naar je eigen aandeel. Voel goed aan, maar ga niet binden met exen. Ik voel het gewoon. Het kan dat het een goede ex, dan was jij je dan wat minder of zo. Bied dan je excuses, dat kan ook. Want ik moet echt mijn hoofd van jeuken. Ja, daar gaan een paar mensen van hebben. Ja, als je ex komt benaderen of jij gaat zoeken, doe dat nog maar niet. Het heeft geen zin. Het is een retrograde. Het is alleen maar om te zien wat die ex of wat jij bij de ex hebt, wat dan weggelaten moet worden. Of erop, zodat je verder kan gaan. Ja, die energie door die kreeft en de Venus ga je echt dieper en meer voelen. Dus sweet skanking en niet impulsief reageren. Gewoon slik een boetsiet, zet Chronix op, een paar leuke liedjes, kijk een paar concerten. Maar impulsief reageren, dan mag je opnieuw beginnen bij de andere retrogrades. Dus kijk naar je les, relax, het is koud. Ja, zorg goed voor jezelf en denk aan de Mars naar de boogschutter en de Mercurius naar steenbok. En de volle maan die eraan komt. Je bent al ervaren rijk en maar daarna ga je het voelen. Goed, vandaag heb ik de boodschappen van de engelen. Ik had ze al geschud, schoongemaakt, maar we doen het nog een keer. Ik ben benieuwd wat de engelen aan ons willen vertellen. Dus ik dacht, dan gaan we dat doen en dan gaan we naar de liefdeskaarten, zoals altijd. Maandag, dinsdag ga ik maar samen gecombineerd, hè? Want het is altijd zo. Let's go. Of gewoon vandaag. En dan doen we dan van dinsdag, woensdag samen. En dan donderdag, vrijdag, zaterdag. Vanaf vergeet ik de zondag. Nee, we gaan het gewoon zo doen. Maandag, dinsdag. Want anders blijft het niet. Kom op. De kaarten willen wat zeggen. Maandag, dinsdag. Want ik moet het vandaag doen. Azure. Dat waar je naar verlangt zal binnenkort gebeuren. Wacht geduldig en vol vertrouwen af en probeer niks te forceren. Door je zo die Mars naar boogschutter en die Mercurius steenbok. Is real. Mooi. Opstijgen. Zag je dat ze stijgt op? Mooie kaarten. En dan gaan we naar woensdag, donderdag. Kom op. Dan hebben we een beetje de energie van de volle maan. Aan jullie ons adviseren. Hi, Fiona is hier. Mooie naam. Nu je de engelen om hulp hebt gevraagd, is het de bedoeling dat je ervoor open staat om innerlijke leiding en ondersteuning te ontvangen. Je verdient het om hulp van boven te krijgen. Kijk, ze heeft haar hand wijd open. Ik heb ooit van een hele leuke kreeft geleerd. Die zei dan altijd dat ze voor de raam ging staan en deed ze de handen open. Zei, ik ben er klaar voor de wereld. Kom maar op. Ik ben er klaar voor om te ontvangen. Dus misschien is dat wel leuk, hè? Voor de volle maan om dat al te gaan doen. Want vandaag denk je al aan stijgen, hoe je het gaat doen. De verlangens, de drang. Maar je wil het juist doen. Je hebt geen zin meer om, hè, door die Venus retrograde te weinig of te veel geld aan uit te geven. Dat mensen je lullen. Dit keer ga je het anders doen. Serieuzer. Want je weet dat je kan organiseren nu. Je weet dat je lief mens bent. En je weet ook dat je fouten kan maken. En dat fouten lessen zijn. Dat betekent niet dat je heel lang stil bij moet staan. Je vergeeft jezelf, je bedankt de ego en je begint opnieuw. En dan hebben we de weekend met de volle maan. Hoe mooi, de onderste kaarten blijven voor mij het belangrijkste. Je bent aan het einde van een bepaalde cyclus in je leven aangekomen. Roep de engelen aan om je te helpen en te begeleiden naar de volgende fase. Het geluk lacht je toe. Happy New Year, happy birthday, maar zo ben ik. Gefeliciteerd! Kijk eens Astara en Celeste. Wauw, er is een verandering die gaat komen. Dat voelde ik al. Als jij naar de sterren reikt en je gaat wensen, je rituelen, dingen opschrijven, geloven. Kijk eens, dan komt er een verandering, want Celeste is hier. Er vindt een gelukkige verandering naar een nieuw huis of een nieuw werkplek plaats. Deze verhuizing is de voorbode van positieve nieuwe energie. Je verdient het allerbeste. Rijk naar de sterren met je dromen en je wensen. En sluit geen compromis.
Alone, solo. Weet je nog? Ik ben Sylvester alone. In die bos. Ratatata, iedereen. Oké? Okay? Nu jij nog. Ja? Want alleen bereik je veel meer. Heel vaak als je samen gaat, brengt die andere een vertraging. Maar die heeft een ander idee, andere ritme, andere manier van doen. Hè? Daarom werk ik liever alleen. Soms een samenwerking, maar gewoon voor momenten. Maar echt, dat wat je leuk vindt, je kan het alleen doen. Rijk naar de sterren en weet dat die verandering komt. Ja, kan ook een verhuizing zijn. Ja, kan even dat je gaat reizen. Ja, maar in ieder geval, het wordt anders dan hiervoor. En het begint deze week. Daarom zeg ik, het is al gebeurd. Dat voelde ik al in de energie. Je bent toch veranderd. Alleen maar van binnen zijn er nog een paar dingen. En dat in een nieuw jaar, na kerstnieuwjaar, sta je daar te staan. En dan ben je veel logischer. Je houdt meer van jezelf. Je gedraagt je anders. Want je bent ervaringrijker. En de transitie zelf in je. Je hebt geen tijd meer voor die dingen. The love. Ik dacht dat een kaart viel, maar hij viel niet. Oh, hij is nog hier. Upside down. Als je geen weg kiest. 11-11 toen ik het zei. Zolang je niet de weg kiest of de juiste weg kiest, wordt voor jou gekozen. En dan sta je daar nog te staan. Kijk dan, de cyclus is voorbij. Anders ga je nog een ronde. Ik wens jou dat niet. Dus neem de leiding over. Want ik vond het prachtig met de tarotonthulling. Dat bepaalde leiders waren opgestaan. En die hebben me laten weten. Zo trots erop. Dan gaan we single. Wat gaan we vertellen aan de single ones? Kijk uit voor de exen. 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 En dan verliefde mensen. En dan hebben we over de relatie in drie talen. Oh, die wilde gelijk. Oh, wauw. Wat leuk. En geloof. Nieuwe maan. Planten. Weet je nog? De brief van de nieuwe maan. Verbranden. Geloven. Is aan het groeien in de donker. Dus wanneer je donker of de donkere nachten van de ziel hebt, ben je eigenlijk goed bezig. Want je vindt toch het licht en het kracht. En dan gaan we. De single ones. Kijk eens. Zie je die kooivis? Hij zegt vergeef pliep pliep, vergeef pliep pliep, vergeef pliep pliep. Ik denk dat je jezelf moet vergeven. Je moet iemand of jezelf vergeven om vrij te komen van die gevangenis, wist je nog? Vergeef jezelf dat je het wist en dat je het toch toeliet. Dat zeg ik altijd. Vergeef jezelf dat je meer van een andere hield dan van jezelf. Want dan gebeurt er dit. Nou, duik onder. Net als deze kooivisje, want die brengen ook heel veel geld en geluk. Hè? Dus die Japanse vis. Ga je best doen en kom weer terug omhoog. Niet zo meer impulsief. Logisch denken, wetend wat je nodig hebt. Venus retrograde is hier en begin opnieuw. Dingen komen nu op je af, wat er is al gebeurd, wat er is ooit al, heb je al meegemaakt, alleen maar ze zien er nu anders uit. Maar jij bent veranderd, dus jij zou de situatie opnieuw moeten anders aanpakken. En dat is vergeving. Vergeven is accepteren dat hij of zij zo is, dat ben ik. Ik vergeef mensen, maar dan hoef je niet meer echt in mijn buurt te komen. Want dan kan ik je langer, blijf ik in de vergevenis. Want mensen veranderen alleen maar wanneer ze zelf willen. Zolang een persoon nog niet inziet wat ze moeten veranderen, zullen ze jou pijn doen, hè? Beschadigen mensen, beschadigen andere mensen. En ik denk dat je dat hebt ervaren. Het kan ook vrienden zijn, hè? Moeders, vaders, om dat te kunnen. Want ik las het gisteren, had ik nog met mijn manager over. Als je geen goede band hebt met je vader, kun je soms nog ineens een goede band hebben met vriendinnen. En als je echt een goede relatie hebt en je hebt dat allemaal met je vader opgelost, ik blijf het zeggen. Teennagels, zacht groene, zacht roze lakken. En dan kun je liefde aantrekken bij je roots. Maar wees ook liefde. Goed, en dan gaan we naar de verliefde mensen. Niets of niemand kan het stoppen, dat wat jullie voelen voor elkaar. Alleen maar jullie beiden. Verliefdheid is een tijdelijke krankzinnigheid, dat weten we. Hou ervan, geef de contract. Ben je daar, hè, verliefde mensen? Ik hoop dat jullie samen dan komen. Maar ik voel dat sommigen is iets, hè, het staat ook hier. Het kan niet, hè? Niks kan deze liefde stoppen. Heel mooi. Maar ik zie toch bepaalde dingen. Dat mensen kunnen wel verliefd zijn, maar ik wil dat je ook nog verliefd bent op jezelf. En dan klopt het helemaal. Er zijn nog een paar haakjes en beentjes en koppen. Ik zie dingetjes en hamers. Ik zie gereedschappen.
Don't know why, maar die heb je dan nog nodig om dit echt te behouden. Want als jij te onzeker bent, of je gaat impulsief, of je gaat nog in contact maken met exen, dat zie ik ook, verbinden met anderen terwijl je eigenlijk iemand anders voor je neus staat, dan heb jij het gedaan. En dan zeg ik, niemand kan het stoppen, maar als één van de twee niet in balans is, stopt het. Dat voel ik bij deze kaart. Dus zorg dat je in balans blijft, zorg dat je samen kan groeien, zorg dat het mooi blijft. Oké? Okay? 15-15, toen ik het zeg, dus 6-6. Ga herinneren wie je bent en hoop dat die andere het ook kan herinneren. En dan kunnen we samenkomen. Goed. En het geldt voor Pony Pony Unicorn, you know. Wat ben je verliefd op de gebouw, op de fiets? En je hebt daar wat mee? Dit is het. Zorg dat die fiets goed blijft, op de gebouw blijft staan. Zorg dat je dat doet of dat van jezelf kan zorgen. En dan hebben we over de relaties misschien opnieuw verliefd. Opnieuw weer helemaal lief met elkaar, verliefd, blij, dingen uitgesproken, tot een conclusie gekomen. Of je zit in een relatie en je bent verliefd op iemand anders geworden. Ah, goddammit, ik zie het gewoon. Oké. Als het zo is dat je in een relatie zit en je bent nou ineens opeens verliefd. Daarom zeg ik, verliefd is een tijdelijke krankzinnigheid. Als je geen aandacht thuis krijgt en je denkt dat, hè, ga dat allemaal oplossen. Hè, om te voelen verliefdheid. Ga voelen, want er moet houden van zijn. Want misschien hou je nog van je huidige partner, maar daar zag je iets. Ik hoop dat je eerlijk naar je partner of naar jezelf kan zijn, zodat je vanuit het licht, hè, gaat reizen, zodat je het ook echt mag gaan ervaren. Zijn mooie kaarten. Ik wens iedereen pure, ware liefde met elkaar, maar ik wens niet dat je een ander pijn doet daarmee, weet je wel? Tuurlijk, onderweg zullen we altijd mensen kwetsen en mensen zullen ons kwetsen. Maar als jij vanuit het licht duidelijk aangeeft, joh, ik ga die kant op, ik ben verliefd geworden, oh, ben ik verliefd op mijn motor. Maakt niet uit, we kunnen van alles, of ik ben gefocust nu op mijn boek en ik ben daar verliefd op, want je kan ook verliefd worden op de dingen die je aan het doen bent, hè? Let op. Weet dat één van de twee altijd kapot kan maken, is nooit die andere die binnenkomt. Want dat is een illusie wat veel mensen hebben. Hij of zij heeft mijn man aangepakt. Hij of zij, is niet waar. Een persoon kiest zelf om bij jou weg te gaan, om naar de ander te lopen. Wist je dat? Het is nooit zo gegaan. Ik hoor het wel eens mensen dat zeggen. Dan denk ik, schatje, dan geef ik altijd die code mee. De persoon die bij jou was, die kiest ervoor om weg te lopen, naar de ander te gaan. Daar gaat het om. Hè? Bevrijd dan jezelf ook zo. Wens ook dat je dan ook mensen tegenkomt of iemand die bij jou past. Raak geïnspireerd. Want pure, ware liefde die niemand kan stoppen, vergeef een begin opnieuw. Hebben wij een afspraak? Want de veranderingen zijn hier. En dat waar je naar verlangt, begint vandaag. Maar wel sweet skanking. Niet impulsief. Dikke doei doei. We hebben een afspraak, we hebben een date. Bedankt voor alle donaties, de likes, mooie berichtjes. Ik bedank iedereen. Vergeet niet te delen. En trouwens, in Menna's Place heb ik gisteren mijn allereerste vlog. Ik was zo klein, zo dik en zo onzeker. Echt waar, ga maar even kijken. Ik voel hem schattig. Ik was er ook zo trots op, want hij was nog zo geldig voor vandaag. Maar het was echt mijn allereerste. Ga checken in Menna's Place. Dikke doei doei. En gedraag je. Kerst komt eraan.